Er waren dus ook wel mensen die vanwege die gezondheid van Theo, en zoals die gezondheid zich in dat grote lichaam zo soms ook als ongezond openbaarde, ook wel zo hun ideeën hadden over hoe het met hem zou kunnen aflopen. En dat hield ik hem aan het einde van het gesprek 5 jaar geleden nog even voor. Iedereen vraag ik aan het einde het rijtje mensen die, met wie ik allemaal nu praat om een eerste reactie te geven. En van de 4 mensen die tot nu toe hier zijn geweest, zeiden 3 mensen over 5 jaar, Theo van Gogh, die is dood. Ha! Ik denk helemaal niet dat Theo van Gogh dood is. Maar zalig zijn de onnozelen van geest. Misschien ben ik wel veel te kinderlijk dat ik dat niet zie. Nee, ik geloof er niets van. Nee, ik denk dat ik heb ernstig het gevoel dat ik 87 word of daaromtrent. Maar ben je een gezonde geest en een gezond lichaam, Jeroen, daar is niks aan te helpen. Nee, maar is er een angst? Om dood te gaan? Ja? Nou, op het moment zelf lijkt me niet aangenaam, want je weet toch niet wat er gaat gebeuren. Stel je voor dat ik in de islamitische hemel terecht zou komen. Dat zou toch wel bezwaarlijk wezen. Het schijnt dat daar hele mooie prijzen te halen zijn. Ja, dat zeggen ze, maar zou dat echt zo wezen? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, misschien krijg ik juist wel op een donder van Allah. Dat weet je niet van tevoren. Maar goed, voor de rest, nee, ik ben helemaal niet bang om dood te gaan. Want als ik nu op dit moment dood zou gaan, maar ik dus niet hoop, dan heb ik een fantastisch leven gehad. Dat gevoel heb ik in ieder geval.